Yo mensen van Offshore ons kanaal, mijn naam is Thewa of de Ewats. Vandaag gaan wij weer Minecraft Adventure doen. En weet je, de laatste party toen ik Minecraft Adventure deed, is mij iets helemaal opgevallen. Nou, dan denk je ook al van, what the fuck, Ewa, wat doen al die toortjes hier? Nou, gaan we even hier naartoe. Het bleek dus dat ik heet het dat ik op de vorige party Peaceful speelde. Nou, dat is dan best wel onhandig, dus ik zet hem direct op, nou, ik weet niet, easy? Ja, we zien wel. Nou, ik heb hem dus nu op easy gezet, allemaal mooi. Wat gaan we doen? Het is net dag geworden en nog even een antwoord geven op de vraag van waarom staan er allemaal toortjes? Ja, hoe heet dat? Sinds een nieuwe update heb ik zo'n gevoel dat monsters gewoon spawnen, zelfs in licht. Dus heb ik het even hier helemaal volgespamd. Ik wil geen enkele plek hier hebben dat helemaal vol staat met de schismenissel. Maar wat wij dus vandaag gaan doen, wij gaan vandaag en dan gaan we even kijken of ik... Oh nee, we gaan even een pickaxe pakken. Dus we hebben een pickaxe, een shovel, een axe, ik wil het hout hakken. Want wat wij gaan doen, wij gaan een... Nou, ik heb het al heel lang beloofd of heel vaak gezegd. We gaan met ons huis bezig en we gaan de koeienfarm gereed maken. Nou, maar als we dat nodig hebben, hebben we natuurlijk ook hout nodig. En ik heb hier al heel wat bomen gespamd, zo te zien. Moet ik allemaal weer terugplanten, want ik wil hier zo'n boomtuin hebben. Allemaal mooi en aardig, lekker voor boompjes. Maar ja, dat tevergeefs. Geen idee. Maar dat, nou, ik kom even niet op het woordje wat ik wil zeggen. Nou, gaan we even een andere zin doen. Ja, nou, jullie zien nog steeds dat deurthuis. Dat gaat kippen van worden. Daar gaan we ook even mee verder, maar daar gaan we ook binnenkort mee verder. Maar ik wil mijn huis, zeg maar, gewoon 45% af hebben. Hij is nu op 20%. Het is helemaal afgeraffeld. Ik vind het er echt niet uitzien. Ik wil sowieso nog een bibliotheek afmaken. Want ik heb een heel mooi bibliotheek idee. Dus ja, allemaal mooi en aardig. En als we worden aangevallen, ik heb hier mijn OP zwaard. Ik wil hem ook een naam geven. Sharpness 2 in Knockback 1. We gaan ook weer eens minen. Ik denk van, ik weet niet wanneer we gaan minen. Ik weet niet of we dat volgende part doen. Nou, we hebben een paar parts geleden al zitten minen met Jasper. Heel mooi. Ja, ik ga jullie nog... Ja, ik ga jullie even één spoiler geven. Eén klein spoilertje. Maar dan moeten we even deze kant op. Ik word ook een beetje bang van het bos. Want ik geloof dat er nu monsters zitten. Ik zie er een schaap. Dat is een monster. En een kip. Oh my god. Nee. Kip. Mijn eerste nachtmerrie. Nee, even serieus. Ik pak wel eventjes mijn zwaard. Het is of hier net buiten. Of het is net buiten. Of het zit erin. Ik heb werkelijk geen flauw idee. In mijn gebied, want ik kan nog steeds die muren afmaken. Ja, hier is het. Jullie denken van, what the fuck is dit? Daar komen jullie nou later nog wel achter. Daar ga ik nu nog niks van laten zien. Ik zeg wel, het is een creative gemaakt dat, met TNT. Maar ik heb er niks van gepakt. Ik heb er niks van gepakt. En ik wil dit hier wel weg hebben. Want dat maakt hier nu best wel wat ruimte vrij. Dat ik hier ook wat kan bouwen. En wat zal ik hier gaan bouwen? Zal ik hier mijn tweede huis bouwen? Gewoon dat ik hier uitzicht heb, of zal ik hier een paardenstal maken. Kan ik allemaal gaan doen, allemaal leuke ideeën. Maar ik heb ook een idee voor een nieuw huis. Maar ik denk dat ik in aflevering 30 een nieuw huis ga bouwen. Omdat ik toch eerst dit huis even wil afmaken. Maar ja, als jullie ook vragen van waarom bouw je dan direct al zo en dan niet goed. Nou, ik ben zeg maar, mijn bouwstijl is, we beginnen basic en daarna wordt het gemaakt weer mooier. Dus eigenlijk gewoon met evalueren. En over evalueren gesproken, ik ben van plan om de Pokémon serie te gaan starten op Offshore ons kanaal. Maar welke Pokémon game moet ik doen? Moet ik Pokémon Black doen? Moet ik Pokémon X en Y doen als die uitkomen? Moet ik Pokémon Pearl doen? Pokémon Platinum? Pokémon Ruby? Emerald? Laat dat gewoon even achter in de reacties, want dan kan ik dat gewoon lekker gaan doen. Dat is ook allemaal mooi. En dat was zeg maar de update. Jullie horen volgens mij een klein beetje geruis. Dat komt, ik heb mijn microfoon settings per ongeluk veranderd en ik kan er niet meer terug veranderen. Dus ja, ik moet dus nu een manier vinden hoe ik het geluid filter, dat het niet hoorbaar is. Ik stoor me zelf ook aan, maar ik kan er verder niks meer aan veranderen. Ook al mijn stem klinkt er daardoor wel beter, dat moet ik wel toegeven. En ik ben bezig met bomen hakken, dan ga ik een beetje anders doen, nee, bomen. Want jullie zagen vast al in mijn kamer, ik heb een klein beetje aan het huis gewerkt. Dat wou ik doen in een andere episode. En dan dacht ik van, nee, toch maar niet.
De server lag is ook gefixt, dus ik kan ook weer binnenkort op de server gaan. Minecraft Adventure doen. Maar wat ik ook jullie vraag wil stellen. Ik heb er nog niet met Jasper over gehad, maar dat ga ik zeker doen. Willen jullie een officieel onze kanaal party server? Gewoon dan met de mensen, gewoon met de fans, officieel onze kanaal. Een hele leuke en nice game server gaan maken. Maar wat denk je van, what the fuck, wat een game server? Ja, gewoon een game server, net zoals Shotbo. Met allemaal minigames. Ik wil een RPG survival ingooien. Een SimCity survival, Hide and Seek, Quakecraft, Hunger Games, The Walls, Cops and Robbers en echt al die andere shizzle. Ik ben er al mee bezig. Als jullie dat echt willen weten of echt willen meemaken, dan moet jullie dat gewoon zeggen. Ik heb er wel zin in. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, want er komen binnenkort ook op alle andere kanalen, alle andere grote YouTubers. Neem ook heel, gaan ook zeg maar openbare servers doen. Dat wordt echt concurrentie, maar als jullie het echt 100% willen, dan doen we dat gewoon. Of, ja. Maar ik denk als dat server dan echt pas komt bij de 1000. En dan gaan we er ook van die server echt compleet gebruik maken. We gaan met de mensen game erop. Elke dag gaan we dan wel wat video's mee opnemen. We gaan echt allerlei dingen doen. Zeg maar, dan, we gaan het echt wel heel anders aanpakken dan PM, DDG, DAD. En al die andere kanalen. Echt serieus. Ja, ik heb er echt wel zin in. Jullie niet? Ik wel. Maar ja, het wordt volgens mij ook alweer bijna donker. Maar wij zijn nog hout aan het hakken. Volgens mij een paar parts geleden waren we op zoek naar een tempel. Ik heb een paar heel mooie gebieden gevonden. Daar gaan we ook nog heen. Ooit. Ik heb een jungle gevonden. En misschien staat een desert tempel. Want ik wil ook paarden vinden. Oh, ik heb echt zo zin in paarden. Maar ja. En nou, jullie zien het al. Het is een heel stuk bijgekomen. We gaan gewoon... Yep. We gaan hier overheen. En we zitten hier in onze biep. Nou, jullie zeggen van, denk van, oh, waarom heb ik de biep? Het is helemaal geen biep. Nee. Nou, we zetten er eventjes een dak erop, want ik vind het niet echt veilig. En ik wil direct even verlichten hier. Random torch. Torch, party. Yeah, party. Oké, we hebben nu 24 hout. En deze biep moet wat hoger worden. En ja, wat ik ook nog uit huis ga veranderen sowieso. Ik denk dat ik die stairs nog weg ga halen. Die stairs. En dan gaan we stone aan de onderkant om de eerste laag doen. Hier en dan om de hoeken hout. Gewoon hout. We gaan de verdiepingen wat hoger maken. En anders, als ze niet meer echt weg kunnen. Gaan we naar die plek toe. Gaan we wel vlakbij ons huis verder maken. Maar waar? Hey, wat je moet een beetje gefocust zijn. Hier staat nog steeds in aanbouw de biep. En daar ben ik ook nog mee bezig. We gaan ook binnenkort de nether in. Heerlijk. We gaan lekker de nether in naar de onderwereld. En waarom maak ik hier een dak op? Ik moet het eigenlijk eerder gaan verhogen. Maar dat vind ik in principe saai werk. Maar ook om zelf naar te kijken hoor. Maar wil ik het jullie het aandoen? Dat is mijn vraag. Weet je wat, willen jullie zien hoe ik de muren ga verhogen? Of dat ik echt puur aan mijn huis werk laat? Wil jullie dat ik dat doe? Moet je dat gewoon achterlaten in de reacties. En dit valt me nu ook pas op. Zo, maar dat was al zo te zien. Ja, maar wat we nu wel gaan doen. Nou, het huis bouwen is toch een beetje een twijfel geworden met mij. Laat gewoon achter wat ik nog... Of laat gewoon in de reacties achter van... Willen jullie specifiek een aflevering zien dat ik aan het huis werk? Heel simpel, want... Ik heb er nu, ik wou het doen, maar ik heb van, geen zin in. Ik heb een farm, maar ik heb ook nu even geen zin in om te maken. We zijn hier, ons huisje. Of hier wou ik ons huis, zeg maar, gaan bouwen. Mooi plekje toch, vind je niet? Ja. Het idee. Nou, of ik aan vakantie. Oh, het begint nacht te worden, zo te zien. Zo snel, hè? Jongen. Ik ga denk ik maar ook even wat farmen. Dat heb ik ook al een hele tijd niet meer gedaan. Oh, dan kan ik ook gaan planten. Yep. Wortels. Ja, dat is er wel. Ik ben niet echt zo'n bouwtypetje. We moeten wel snel zijn. Nou, weet je wat? Deze aflevering is zeg maar al een beetje verloren. Ik ga gewoon... Weet je wat? Ik ga gewoon vechten tegen de mensen. Ik ga gewoon XP verzamelen. Dus, we gaan vechten voor het land. Voor het volk en de vaderland. We laten die mobs niet Minecraft hier veroveren. En, oké. Dat farm doe ik later nog wel. Gaan we even naar binnen.
leg even het spul in wat we niet nodig hebben. Ik wil ook, ja. Ik maak wel eens een aparte aflevering of een shortlist van wat ik allemaal nog ga maken. En even mijn stuff hier neerleggen. Huppakee. We hebben een stack wortels, 2 stacks zelfs. Fucking vet. En let's go. Ik ben er klaar voor. Jullie? Jullie ook? Ja, ik wel. We gaan naar de village toe. Kijken of we hier toch nog wel monsters vinden. Nee? Oké, we gaan naar de village. Waarom? Ik wil mijn villages beschermen tegen zombies. Want ik weet dat zombies best wel van villages houden. Niet positief gezien, maar negatief gezien. En man, ik ben letterlijk echt scared. En kom zo allemaal af. Reapers, mijn eerste bullet. Kom maar. Hey creeper. Kom maar. Creepertje. Oké, wat is next? Dubbele creeper attack. Dubbele creeper attack. Oeh. Wie jij? Kom maar. Skeleton nu, hè? Kom maar. Auw. Never kill me. You don't kill me. Kill me. Don't kill me. Zo, ik heb wat boommeel, dus ook wat handig. Village zombie. Kan ik ook gebruiken. Kom maar. Oké. Ik doe even mijn brightness wat hoger, want dit vind ik echt niks. Moody staat hier zelfs. Jesus. Ah, dit is wat beter. En ik zie er weer een zombie, die gaan we pakken. Come at me, bro. Ook. Oh, vet zombies. Hier, kom maar. Oh, dat is een ravijn, daar gaan we niet over. Waar is die ene zombie in? Oh, hier. Kom maar. Wacht, is mijn village nu een zombie geworden? Ik hoop van niet en ik zie er een spider. Oh, kom maar. Kom maar, braaf jongen. En what the fuck, moet ik mijn XP zelfs nog gewoon ophalen? Jesus. Oké, where are you, Sabis? Ik denk echt om... Ja, ik zie het al. Hoe kom